Ik heb deze ads gekozen omdat ik eigenlijk best wel een liefhebber ben van het werk van Jan Mankus. Ik ken zijn schilderwerk goed. Ik heb eigenlijk nooit eerder een ads van hem gezien, dus dat vond ik al erg interessant om die mogelijkheid te hebben. Ik hou ook heel erg van de verfijning en detail wat hij in zijn werk naar voren laat komen. En de thematiek die in zijn werk naar voren komt, dat is iets wat heel erg ook refereert naar mijn eigen werk. Dus ik denk dat zo'n beetje de redenen zijn waarom ik voor dit werk gekozen heb. Ja, ik werk wel in een andere techniek. Ik heb in het verleden ook veel geschilderd, dus in die zin heb ik ook al een soort van raakvlak met Jan Mankus. Maar het is eerder de thematiek waar de connectie het meeste ligt. Ik heb bepaalde elementen in mijn werk die heel erg realistisch zijn. Ik maak ook heel erg veel gebruik van dieren in mijn werk, maar bij mij heeft het veel meer een symbolische betekenis. En bij het werk van Jan Mankus is het vaak meer een soort verstilling die hij zoekt. En van wat ik zelf begrepen heb in ieder geval, is hij ook altijd op zoek geweest om een deel van zijn beleving in zijn werk te kunnen stoppen. Ja, dit is dus een werk waar ik al eerder iets over vertelde, waarbij ik dus een reactie geef op het hele oeuvre van Jan Mankus. En een soort van reactie geef op wat ik denk dat zijn persoonlijkheid was en zijn interessegebied. Normaal gesproken leg ik niet heel erg veel uit over mijn werk. Ik probeer het een beetje open te houden voor de kijker, zodat ze zelf hun eigen richting eraan kunnen geven. Maar ik kan hier wel over zeggen dat ik heb geprobeerd om een liefde voor natuur weer te geven. Ja, dit is een iets directere reactie op het werk van Jan Mankus. Het werk wat ik geselecteerd had. Dus hier heb ik ook waarin de andere twee werken die ik gemaakt heb wel muis aanwezig zijn, maar vaak een figuur meer de hoofdrol heeft, heb ik in dit werk ervoor gekozen om de muizen eigenlijk de hoofdrol te geven. Ja, ik heb deze ads hier achter mij gekozen omdat het een feest voorstelt, maar het toch tegelijkertijd heel dreigend haast overkomt door de hoeveelheid van het vuurwerk en de intensiteit. Maar ook de manier waarop het gemaakt is, lijkt het haast geen vuurwerk meer, maar een soort
Apocalypse. Ik werk altijd vrij los, dus ik bedenk niet van tevoren wat ik maak. Dus ik begin gewoon met etsen en dan probeer ik die, weet je, die compositie toch in mijn achterhoofd te houden. Omdat het toch uitzonderlijk ook met verticale is. Zoals je ook hierachter duidelijk is. En ja, ik probeer toch daar dan op in te spelen en ook het liefst nog verschillende etsen in die week te maken. Dus misschien iedere dag één of om de dag één. En kijken wat er uitkomt, maar dat weet ik van tevoren ook niet precies. Ik wou ook in eerste instantie twee grote platen maken, want het vuurwerk is onderverdeeld in een luchtdeel en een waterdeel. Maar toen ik eigenlijk bezig was op kleinere plaatjes, vond ik het interessanter om een collage te maken van verschillende, of van verschillende, 24 verschillende platen die dan één beeld vormen. Nou, het zijn eigenlijk dan worden het een soort tegeltjes met of het paleis, of de lucht, of het water, wat ik nu eigenlijk niet heb. Dit is ook een gebouwdeel. En dan zou ik ook verschillende composities kunnen maken met dezelfde platen. Ed van Torop. En waarom ik deze gekozen heb, is dat doet me heel erg denken aan de cd-hoes van een van mijn grote jazzhelden, Thelonious Monk. En eigenlijk was dat de reden waarom deze ads mij heel erg aantrok. Ik dacht van, nou, daar kan ik wel iets mee. Dit is de tweede ads die ik heb uitgekozen. De maker van deze ads is niet bekend. Maar het beeld sprak mij heel erg aan, zeg maar. Het is het beeld wat we eigenlijk, ja, het is heel hedendaags, wat we nu momenteel heel veel in het nieuws zien, hè? Met de IS en zo. En eigenlijk wil ik proberen een combinatie tussen de twee etsen te maken. Dus een soort eigen verhaallijn daar, zeg maar, in te maken. Dus het is nog niet helemaal duidelijk wat ik ga doen, of wat de vorm gaat worden, maar ja. Ik heb in ieder geval heel veel mogelijkheden met deze twee prenten. Ik ben de laatste twee jaar ben ik bezig met balpen tekeningen. Waar ik zeg maar de ondergronden wegschuur en ze opnieuw in was met balpen. Dat lijkt heel erg op etsen op een of andere manier. En ik wil graag een combinatie maken tussen de balpen tekeningen en het etsen. Dat is wat ik in deze week wil gaan doen.
idee was om vanuit de originele etsen die ik heb uitgekozen in het museum, om daar een heel gedetailleerde close-ups van te maken en die uit te vergroten. En dat heeft zich vertaald, zeg maar, nu naar een abstract beeld met alleen maar hele kleine krasjes en lijntjes. En dat wordt weer het uitgangspunt voor een nieuw werk, maar dat zie ik dan eerder in een boekvorm. Het is wel de bedoeling dat het echt een kunstenaarsboek gaat worden, dus doorwerkt. Met verschillende invalshoeken en gebruik van materialen. Dus dat lijkt mij in dit geval wel heel mooi, om het ook gewoon een beetje dicht bij mijn eigen werk te houden. En niet gelijk weer gewoon iets heel anders te gaan doen. Want dat etsen is voor mij natuurlijk ook vrij nieuw. Ik vind het wel heel mooi. Dus ik kan het prima gebruiken, ook nu in combinatie met mijn eigen werk. Met die balpentekeningen en dingen waar ik nu mee bezig ben. Dus voor mij is het super interessant om nu juist de volgende stappen te gaan maken binnen dit project. Ik heb voor deze ets gekozen omdat, omdat het gaat om een familieportret, zo zie ik het dan. Allemaal personen in één hok, een soort kijkdoos waar ze in zitten. En ik stel me voor dat dit een soort van moderne foto is. In plaats van een foto vroeger maakten ze zo'n ets van een familie. En ik was gefascineerd door de verhoudingen van mensen onderling. En hoe ze ten opzichte van elkaar staan, dus lichaamstaal. En ik denk dat ik hier heel veel kan zien en onderzoeken. Over een paar weken is de werkweek. En wat ik dan vaak doe als voorbereiding op de werkweek al wat schetsen maken. En ik kan me voorstellen bij deze dat ik een soort collage maak van beelden van personen. Die ik verzameld heb van foto's uit het nieuws. Ik knip altijd foto's van mensen uit of ik verzameld op
internet, als ik het een interessante houding vind of een mooie blik in iemands gezicht. Dus dat, ik denk dat ik eerst ga starten vanuit de beelden die ik al verzameld heb. Ik had een familieportret uitgekozen als ets bij het Rijksmuseum Twente. En wat mij opviel aan dat portret, of aan het familieportret, is dat volgens mij iedereen apart heeft geposeerd. Toen ben ik zelf ook wat schetsen gaan maken van figuren. Dus ik heb eerst figuren uitgeknipt en daar heb ik een nieuwe collage of een nieuwe samenstelling van gemaakt. Hoe ik dan werk is eerst met een stift op een etsplaat tekenen en dan pas openmaken met een, meestal werk ik met een kattentong. Ja, doordat je nu in zo'n werkweek zit en je ziet ook hoe andere mensen werken, zag ik dat iemand met melkpakken karton bezig was. Dat is een beetje zo'n karton met een geplastificeerd laagje. Dat is niet zo goed te zien, maar dit is dan de afdruk. En dan kan je ineens heel snel een tekeningetje maken. Dus ik wou even snel iets doen en heb ik een nieuwe groep gemaakt. Dus op dat melkpakkenkarton. En nou ja, ik ben hier eigenlijk best wel blij mee. Dus ik ga hierop verder, denk ik, de komende tijd. Je kan en snel werken en je kan het goed uitknippen. En wat ik wil is het op nog groter etspapier afdrukken. En daaromheen, de ruimte waarin ze staan, wil ik dan met stift of nou ja, iets aan toevoegen, maar niet geëtst. Dus ik wil een combinatie maken van een ets en de ruimte. In eerste instantie vond ik een ets van Jan Toorop heel erg mooi. Of ja, die sprak mij heel erg aan. En dat kwam door de technieken, door de combinatie van droge naald en heel precies en wat losser. Maar qua thematiek vond ik deze juist heel pakkend. En ik begon beter te kijken en ik zag een... Ik zat zo aan de onderkant te kijken en ik zag dat hij bijvoorbeeld één schoen met veters had en de andere was een pantoffel eigenlijk, of in ieder geval een soort van slipper. Ik vond het een heel gek, bizar beeld. En ik had er een hoop vragen bij en uiteindelijk heeft dat ook gezorgd tot de keuze voor deze print. Ja, in mijn tekeningen haal ik eigenlijk beelden uit een gekende context en plaats ze in een nieuwe context, waardoor je eigenlijk vragen kunt stellen bij de oorspronkelijke rol van een beeldelement. Ik
hou me in mijn werk bezig met vraagstukken rondom identiteit, individualiteit en authenticiteit. En wat mij opvalt in onze samenleving is dat eigenlijk iedereen ernaar streeft om individueel te zijn. Maar dat we daar eigenlijk allemaal in falen, doordat het ons meer identiek maakt. Nou, de figuur heeft een blok gatenkaas op zijn hoofd. En ik vond dat heel interessant, die structuur van die gatenkaas met die gaten erin. Dat vond ik eigenlijk wel lijken alsof hij zichzelf met het geweer al wat heeft aangedaan. Of dat hij zichzelf in de weg zit, dat hij geen zicht meer heeft op wat hij doet. Ik ben in mijn werk ook gefascineerd door het afdekken van hoofden. En ik vind het ook interessant om de mimiek van het gezicht weg te halen. En om puur mensen te laten focussen op de lichaamshouding. En op de manier van zitten bijvoorbeeld, of de manier van staan. Ik wilde uiteindelijk ook nog overheen gaan met verf en niet inkleuren, maar echt nog de dingen erbij schilderen. En dus ik ga in mijn atelier er ook nog mee aan de slag en mee experimenteren met vorm ook. Ik heb deze ets gekozen na lang wikken en wegen. Wat me daarin aansprak was de stilering van de koe. De opbouw in bogen en hoeken eigenlijk. En de fijne lijnen daarin. Wat heel erg in tegenstelling voor mijn gevoel is met de omgeving. Wat heel erg vlakken zijn. En dat eigenlijk die restvorm vooral het dier vormgeeft. En dat is denk ik waar ik zelf ook wel naar zoek, is om met vlakken een ets te kunnen maken. Van bijvoorbeeld in die koe ook, er is een heel fijn sierlijk lijntje in het beest zelf, maar wat er omheen gebeurt zijn dan vlakken en die muur vrij stuntelig eigenlijk, dus dat had helemaal niet zo gehoeven. Dus dat wil ik gaan proberen om daar een draai aan te geven voor mijn eigen werk. Maar nu
vond ik het wel een leuke uitdaging om voor mezelf te kijken of het mogelijk is om binnen de ads-techniek ook in vlakken te gaan denken. En daar ben ik eigenlijk deze week proefjes voor aan het doen. Dus om binnen de ads-techniek technieken te vinden die, die mijn vlakken ondersteunt. Dit zijn een paar proefjes. Dit zijn voor mij herkenbare vormen met een duidelijke strak contour. En vind ik dan leuk dat daarbinnen het niet zo strak meer is. Dus dat is een beetje een wolkig effect. Dat is de spitpipe techniek, dat is nieuw voor mij. En hier begon ik mee. Dat zijn plantafdrukken in Vernimoe. En dat is, ja, daar hoef ik zelf ook niks in lijn aan te tekenen. Dat doet de natuur voor mij. En daar maak ik dan weer mijn eigen vormen van. Ik zie hier al een klein beetje gebeuren, maar dat wil ik gewoon nog meer naar mijn eigen hand zetten. Dus dit is eigenlijk een afdruk van dit mooie varentje. En zo schep ik een beetje een wereldje. Dus straks komen de vormen misschien bij elkaar. Maar ik denk wel dat ik een helemaal nieuw werk ga maken. Waar misschien de zeeboer nog in terugkomt. Wat mij in deze ads waanzinnig mooi aansprak is de schilderachtige benadering. In plaats van wat je gewend bent bij een ads, dat het alleen maar lijntjes zijn. Het bijna abstracte karakter. En vooral ook de monumentaliteit.
vanuit deze ads wil ik eigenlijk kijken of ik de sfeer, de mystieke sfeer, te pakken kan krijgen in een hedendaags soort van zelfde urban landscape. Ik weet niet of het exact zo'n brug gaat worden. Maar je hebt heel vaak als je ergens loopt in een verlaten stad een beetje datzelfde gevoel wat voor mij in deze ads eigenlijk gewoon weer naar voren komt. De immensheid eigenlijk van bijvoorbeeld een groot gebouw in deze. En ja, die verlatenheid en die mystieke sfeer. Een van de redenen waarom ik ook deze print heb gekozen is omdat het een heel eenduidig beeld is. En mijn eigen werk vliegt meestal alle kanten op en is niet zo coherent als deze ads. Dus ik ga kijken of ik er ook één groot beeld van kan maken zonder dat het alleen maar losse vlogs worden. Dit was de allereerste druk. Dat is het allereerste ding wat ik tijdens de week heb gemaakt. Wat mij wel inspireerde was eigenlijk gewoon een soort van diagonale lijn. Daar ben ik in wat schetsjes mee gaan experimenteren. En eigenlijk de eerste ads die ik heb gemaakt is heel klassiek gebleven. En uiteindelijk wil ik heel graag een ruimtelijke vorm maken, denk ik. Hoe dat gestalte moet krijgen weet ik nog niet. Ik heb nu eigenlijk gewoon wat ik nu heb gedrukt zie ik als proefjes. En ik druk eigenlijk nooit oplagers, dus ik heb maar van alles wat uitgeprobeerd. Soms met een houtsnede eronder. En sommige zijn heel klassiek bij de brug gebleven. Zoals deze. Blijft eigenlijk heel klassiek nog bij de eigenlijke ads. Wat ik wel heb weggelaten is het bootje aan de voorzijde. Want dat vond ik eigenlijk op de oude niet zo heel erg mooi. En dat is meer een hedendaags viaduct. Dus eigenlijk wel waar ik naartoe wil. Dus een soort vanzelfde vorm. Als in die klassieke brug, maar meer een eigen tijdsbeeld gaan creëren. Heel vaak schilder ik met de etsgrond. Dus wat je normaal gesproken op je etsplaat gebruikt als afdekvernis, daar schilder ik vaak mee. En daar is dit dan weer een afwrijving van. En dan ga ik er weer in tekenen, schilderen, een beetje verder knoeien tot het weer een beeld oplevert waarvan ik denk, daar kan ik iets mee. Dus dit zijn eigenlijk mijn uitgangspunten geweest voor al deze eerste werken. Grafiek, platwerk en echt een ruimtelijke installatie maken. Daar ligt eigenlijk mijn voorkeur. Dus dat hoop ik ook te gaan doen. Maar wat het echt moet gaan worden qua drukken en idee of helemaal het beeld. Ik wil eigenlijk het liefst het viaduct gewoon bouwen. Maar dan moet het natuurlijk iets kleiner dan life size. En ik zit er nu aan te denken om iets meer de nadruk te leggen op de betonnen pijlers. Misschien wat graffiti-achtige dingetjes. Iets meer hedendaags nog maken. Thank you.
ik heb deze ads uitgekozen van Maurits van der Valk. Ik vond het een heel mooie afbeelding die me aansprak toen ik het voor de eerste keer zag ik op een heel klein schermpje. En de grote donkere vlek werd voor mij echt een vreemde vorm, als een insect of een niet te duiden voorwerp. En de vage lichte omgeving omheen maakte het mysterieus, zeg maar. Ik vond het heel mooi. Het link met mijn eigen werk is dat de afbeelding eigenlijk vol is met heel kleine details. Ik maak mijn eigen afbeeldingen ook meestal heel vol. En het contrast in het midden naar het donkere gedeelte, dat wil ik langzaam over laten gaan in de omgeving. De ads van Maurits van der Valk heb ik heel erg uitvergroot. En ik heb daarin een foto van mezelf verwerkt, waarin ik zachte overgangen van bomen door het beeld wil gaan laten lopen, zoals het water langzaam kabbelde om de omgeving van de boten, dat het zeg maar langzaam vervloeit. Ik heb een print gemaakt van de ads van Maurits van der Valk. Die heb ik bij voorbaat al gespiegeld. Omdat je met ads altijd in spiegelbeeld werkt natuurlijk. En ik had een foto van mezelf. Met een heel mooie structuur. Die heb ik er doorheen geweven. Als een landschap die wazig wordt. Die afbeelding die heb ik gesplitst in twee lagen, omdat ik in het etsproces vooruit wou zijn en een donkere en een lichte laag in de plaat kon maken. Dat ziet er ongeveer zo uit. De afbeeldingen zijn wel heel erg fotografisch. En in het etsen zou het een hele andere vertaalslag krijgen. De lichte ets had ik uitgetekend in een lijnenspel, waarover ik de afbeelding van de boten dan weer als een donkere vlek heen wou zetten. Vanuit dit idee ben ik eigenlijk weer meer op de inhoud gaan zoomen. En heb ik de ets van de oorspronkelijke ets weer bijgepakt. Vanuit daar ben ik eigenlijk gaan draaien en gaan inzoomen en heb ik een soort landschap gecomponeerd. Hier ben ik nu mee aan het spelen. En ik denk dat ik een soort gulden middenweg tussen de twee verschillende invalshoeken dat we uiteindelijk resultaat gaan worden. Ik heb deze 19e eeuwse spotprint gekozen omdat
omdat er een relatie is met waar ik zelf mee bezig ben op dit moment. En het biedt me ook heel veel mogelijkheden om met de ads-techniek zoals ik die nu bezig, experimenteel mee om te gaan. Nou, deze print gaat over de man aan de rechterkant vraagt aan de twee figuren in het midden. I presume you are United Irishman. En de United Irishman was een samenbinding van Ierse belangengroepen die een parlementaire verandering door wilden voeren. Ja, wat ik interessant vind aan de print is de politieke component. Dus dat het gaat over een actuele politieke gebeurtenis waar de etser op dat moment op reageert. Je kunt je eigenlijk nu dit soort prenten niet meer voorstellen die zo rijk zijn van versiering, van inkleuring en die manier van afbeelden spreekt me heel erg aan. Dus het persiflerende, de maatschappijkritiek, het biedt me veel mogelijkheden volgens mij voor wat ik er in de werkweek mee kan doen. Ik heb daar meteen de analogie gevonden of gevoeld met de opkomst van links in Europa. Syriza in Griekenland, Tsipras en Podemos in Spanje met Iglesias. En daaromheen ga ik heel associatief tekeningen maken. Bijvoorbeeld, er is niets mis met een Götterdämmerung op zijn tijd of een orakel, Griekse ruïnes, maar ook Roemer en Bram van Hooyik, die eigenlijk heel blij zijn hand in hand dat links weer een stem heeft in het neoliberale Europa. Afbeelden van de trojka, dus de banken, de vertegenwoordigers van de Europese Unie, enzovoort, enzovoort. Dit is een portretje van, gebaseerd op deze foto, van Tsipras en Iglesias met de Europese sterren. Ik denk dat ik het misschien in kleur af ga drukken, bijvoorbeeld. Die tekstkolommetjes in blinddruk vind ik ook erg fijn, dus ik denk dat dat uiteindelijk in de grote afbeelding ook terechtkomt. En er zitten heel veel analogieën met het actuele verhaal, dus ik ga er gewoon heel associatief iets van breien.
Ik ben tot het werk gekomen eigenlijk omdat ik getriggerd werd door de lijnvoering. Die sprak me heel erg aan. Een hele levendige en compacte, een hele mooie densiteit aan diverse lijnen. En eigenlijk van de uitdrukking van de persoon op de prent vond ik heel mooi. Tevens de verschillende figuratie, er gebeuren op verschillende plekken. Verschillende afstanden van de kijker, gebeuren allemaal verschillende dingen. Vond ik ook heel mooi. Dus ik word heel erg in de prent getrokken en getriggerd om elke keer net verder te kijken dan ik eerst gedaan heb eigenlijk. Mijn eigen werk speel ik heel erg met ruimtes. Ik speel heel erg met de mensheid en hoe we met onze ruimtes omgaan. In contrast met hoe de ruimte tot ons verhoudt. Dus de dingen waar we controle over hebben, maar ook de dingen waar we juist geen controle over hebben. De elementen, de natuurwetten die met ons spelen, waar wij op ons aanpassen. Ja, ik probeer dat soort van macro- en microscopische elementen met elkaar te verenigen. En het individu daarin los te laten. En te kijken naar hoe het werkt in plaats van waarom. En mijn eigen fantasie een beetje proberen te verbeelden in bepaalde scenario's die niet echt zijn, maar wel gebaseerd op beelden die zouden kunnen bestaan. Van de nettenboensters. Het is een prent. Die is eigenlijk een fragment van twee vrouwen die netten aan het repareren zijn. Maar er zit een verhaal voorafgaand en er is een vervolg op. Want het is een heel klein fragment. Je ziet eigenlijk maar een heel klein ding van de hele gebeurtenis. Dus ik heb gekozen om het hele verhaal compleet te maken. Dus te laten zien wat er gebeurt als je door de netten kapot zijn. En wat er daarna gebeurt, nadat die net gerepareerd zijn. Ik ben begonnen met schetsen. Vissersbootjes. En toen begon ik te denken van, vanuit dit scenario, van hoe laat ik de netten kapot gaan. Dus dan begon ik te denken met rare zeewezens. En compleet tot de verbeelding spreek. Dit is mijn eerste idee. Het is niet mijn eerste idee, maar dit is op een gegeven moment een schets die ik gemaakt heb, waar ik wel tevreden mee was.